Wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. We nemen jullie weer mee in een aantal dagen uit ons leven. Ik ga nu mijn nagels doen. Ik heb namelijk mijn nagel ook al even afgehaald. Ik vind het echt verschrikkelijk als mijn nagels nagellakloos zijn. Dus ik ga het weer even lekker lakken. Ik zit er ook aan te denken om weer eens een video te maken over hoe ik mijn nagels doe. Ik weet nog niet zo goed welke kleur ik ga doen, maar in ieder geval hier ga ik even lekker mee bezig. Renske en Mineke hebben een wedstrijd. Bij die van Renske gaan we kijken. Die van Mineke is ergens anders, dus daar zijn we niet bij. Mijn vader is een beetje ziekjes, dus we hopen dat die snel weer beter wordt. Maar die ligt nu even lekker nog te slapen. En dan ga ik even mijn nagels doen. Hallo, hallo. Ik wandel eventjes, want ik ben op weg naar mijn tante haar huisje. Ik ga nu ook even een kat eten geven. Dus dat is helemaal leuk. Ik ga daar lekker even wandelen tegen. Het is wel een stukje lopen, maar het is goed voor mijn stappen. Ik had wel in het begin de sleutel vergeten, dus ik was al 6 minuten onderweg. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen sleutel mee. Gelukkig kwam ik er na 6 minuten al achter. Dus ben ik teruggelopen en nu weer die kant op. Het is echt zo heel vervelend weer eigenlijk, want het is dus heel koud. Nou oké, het is helemaal niet heel koud. Eigenlijk is het veel te warm. Eigenlijk moet ik gewoon een andere jas aan doen. Het is gewoon een beetje, het ziet er niet heel warm uit of zo. Maar goed, ik ben even lekker aan het wandelen. En ik ga even de kat eten geven. Wat ga jij nou weer doen dan? Ik ga maar het eerste. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik zag je allemaal lekkere dingen in je tas stoppen. Mag ik zien? Ja, maar ik moet gaan, want ik ben te laat. Dus even snel. Pringles. Lekker hoed. Nou, helemaal leuk. Heel veel plezier. Dankjewel. Doei. Hallo, hallo. Vanochtend zijn we lekker naar de Mozaïek geweest. Het was echt super leuk. Ik vind de Mozaïekdiensten altijd echt heel erg leuk. Dus daar zijn we vanochtend even heen geweest. Ik ben alleen met mijn moeder geweest, want papa is nog steeds ziek. En Renske die wilde wel mee, maar die hadden we niet ingelicht dat we gingen. En Mineke die ging ook nog uitslapen, want we hebben gisteravond bij het eerste gekeken. En het was weer laat geworden. Maar goed, ik vond het echt heel erg leuk. Vanavond ga ik misschien nog naar een jongerendienst van een kerk bij ons in de buurt. Maar daar moet ik nog eventjes naar kijken. In ieder geval nu ga ik met mijn moeder eventjes richting het huisje van mijn tante. Want dan gaan we nog heel veel de kat eten geven. Dus dat is voor nu op de planning. We hebben vandaag wel even lekker een rustige dag. We zijn ook allemaal een beetje moe en hebben allemaal echt eventjes wat uitrusttijd nodig. Nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Dus ik doe mijn schoenen aan en dan gaan wij zo lekker wandelen. Een hele goede morgen allemaal. Ik heb zojuist rijles gehad. Ik vond het weer super spannend, zoals altijd. Het ging wel helemaal prima, dus daar ben ik blij mee. En vandaag ben ik lekker vrij van school. Het is vandaag maandag. Ik heb wel een lijstje met dingen die ik moet doen. Dit is mijn lijstje van vandaag. En mijn rijles is dus al geweest. Ik wil veel van mijn theorie gaan leren, want ik heb over precies een week heb ik mijn theorie-examen. Ik ga dat trouwens ook vloggen, dus dat krijgen jullie ook nog in de vlog te zien. Ik ga natuurlijk niet vloggen tijdens het examen, want dat mag ook helemaal niet. Maar ik ga wel ervoor en erna. Ik vind het best wel spannend eigenlijk, maar aan de andere kant heb ik er nu ook weer zin in. Nou ja, oké, zin in is een groot woord. Maar op zich, nu ik heb het idee dat ik dit best wel goed het allemaal ken. En ik heb nog een week, dus op zich nu denk ik, nou ja, kom erop. Maar ik moet zeggen dat over een week, dan denk ik echt niet meer zo. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga lekker editen en ik moet nog even wat andere dingetjes doen. Maar ik ga beginnen met even lezen in mijn Bijbel. En dan ga ik de rest van mijn to-do-lijstje doen. Ik heb eventjes eitjes gehaald. Yes! Dat is echt leuk, want in de buurt hebben we iemand en die heeft zo'n eierhokje. Dus daar kunnen we dat halen. Dus nou, helemaal blij mee. Het is ook super lekker weer. Dus ik loop lekker in de zon terug naar huis. Het is ook niet zo heel ver, dus dat is goed voor mijn stappen. Oké, ik ben mijn lunchwandeling aan het doen. Ik ga altijd, als ik op school ben, heb ik 2 pauzes. Eerst een van een kwartier en dan een van een half uurtje. Ga ik altijd even lekker wandelen. Het zonnetje schijnt nu heerlijk, zoals je kan zien.
Ik heb zo meteen nog anderhalf uur les. Ik heb eerst even een half uurtje gewoon in de klas, zeg maar. Dan heb ik gym. Dus nou, dat is op zich wel prima. Daarna ga ik met Mieneke. Nou ja, we gaan ieders gaan mezelf en dan meeten we even in de stad. Dan gaan we een cadeautje halen, want morgen is onze vader jarig. En toen daarna gingen we weer lekker skiën. We hebben in totaal 4 keer geoefend op de borstelbaan voordat we op vakantie gaan. En dit was de allerlaatste keer. We gaan over 2 weekjes gaan we lekker richting Oostenrijk, dus daar hebben we helemaal zin in. Nou, we stonden er weer helemaal klaar voor. We gingen eigenlijk gewoon een beetje verder, zeg maar, op waar we de vorige keer waren gebleven. Dus gewoon heen en weer op de baan en een beetje stappen. En toen was hij jarig en we hadden heel iets kleins voor op bed. En toen hadden we hem dus wat cadeautjes gegeven. Voor de rest hebben we niet heel veel meer gedaan deze dag. Hoop dat jullie deze vlog in ieder geval weer leuk vonden. Dus ja, dan zet je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik even op het belletje. Dan krijg je namelijk altijd een melding van wanneer we weer een nieuwe video plaatsen. En tot de volgende video. Doei doei!